Zet jij al Instagram Reels strategisch in voor je business? Als dat niet het geval is, moet je zeker deze video kijken. Want met Instagram Reels kun je 2 keer zo hard groeien dan met normale content. In ieder geval op dit moment dat ik deze video maak. In deze video geef ik je 7 super praktische en strategische tips om je Reels beter in te zetten. Om ook echt de resultaten te krijgen die jij wilt. Oftewel Reels met social power. Want gewoon een paar leuke video's uploaden en maar het beste ervan hopen, dat wordt hem niet. Hi, ik ben Sanne en ik help vrouwelijke ondernemers om op te vallen en te groeien op Instagram. Elke donderdag komt er een nieuwe video online, dus wil je geen enkele video missen, klik dan ook eventjes op het belletje, zodat je daar een melding van krijgt. Nou, wat is Instagram Reels nou eigenlijk? Nou, Reels zijn korte video's van 15 tot 30 seconden. En het lijkt een beetje op TikTok. Want Instagram die heeft natuurlijk gezien hoe populair TikTok wel niet werd. En eerst was het vooral onder kinderen en jongeren. Maar nu ook, ja, mensen die een business hebben zitten op TikTok. En maken allerlei video's over het groeien van een business. Of een kijkje in hun business. Allerlei soorten business video's. En wat Instagram zag is dat de kijktijd op TikTok rond de 10 minuten lag en op Instagram rond de 4 minuten. En dat willen ze natuurlijk niet. Ze willen niet dat de gebruikers van Instagram naar TikTok overgaan. Nee, zij willen de gebruikers houden. Dus wat deed Instagram? Zij begonnen met Instagram Reels. Eenzelfde soort functie, maar dan op Instagram. En wat je ziet is dat Instagram heel graag wil dat jij die Reels gaat gebruiken. Je ziet namelijk middenonder in je scherm op Instagram het Reels icoontje. Het staat super centraal, maar ze pushen Reels ook veel meer dan normale content. Kijk maar eens naar de statistieken van normale posts van jezelf en het aantal views dat je krijgt op Reels. Je hebt vaak duizenden views op je Reels, terwijl je die misschien niet krijgt op je normale content. En zelfs ook als je een kleiner account hebt op Instagram met maar een paar honderd volgers, kan je alsnog die duizenden mensen bereiken met Reels. Nou, als je ook kijkt op de Explore pagina van Instagram of bij hashtags, dan zie je dat Reels een prominente plek innemen. Op de hashtag pagina zie je bijvoorbeeld linksbovenin groot een Reel. Dat valt op. En ook op de Explore pagina zie je vaak Reels veel groter worden weergegeven. En ook als je scrolt, krijg je meer Reels te zien dan normale content. Dus als je nog geen Reels gebruikt, ja, je bent misschien wel een klein beetje gek als je dat nog niet doet. Want je kan er gewoon zoveel meer mensen mee bereiken dan met een normale content met bijvoorbeeld een post en foto op je Instagram. Wat je ook ziet als je een post hebt met een foto en een tekstje eronder, die worden veel minder gelezen. En zeker door onbekenden, want die onbekenden, ja, leuke foto, maar vaak lokt het ze niet goed genoeg om ook echt jouw tekst te gaan lezen onder je foto. Maar onbekenden vinden wel korte video's heel erg leuk. En het mooie is, ze kunnen daar gelijk een betere connectie met je krijgen. Want je persoonlijkheid is veel meer te zien in video. Reels zijn fantastisch, dus begin er alsjeblieft vandaag nog mee. Je kunt nu nog profiteren ervan op Instagram. Want het is nog niet zo overvol als op TikTok. En Instagram beloont je ook nog eens door je reel veel meer te pushen. Nou, tip nummer 1 is dat je niet moet doen wat 1000 anderen al doen. En je ziet van die video's van een muziekje en dan zo lekker gezellig wijzen. En ik denk echt, als ik die video's zie, waarom doe je dat? Maar mensen doen dat omdat ze zien dat heel veel mensen het doen. En daarom gaan ze het doen. Maar wat daarmee gebeurt, is je gaat totaal niet opvallen. Omdat jij een van de zoveel bent die hetzelfde reeltje doet. Als je wilt opvallen met je Instagram Reels, doe dan iets anders. Je kan er zoveel kanten mee op. Ga los, je kan alles maken wat je wil. In mijn cursus vertel ik natuurlijk veel uitgebreider ook hoe je nog aan inspiratie kunt komen. Maar doe alsjeblieft niet wat 1000 anderen al doen als je echt wilt opvallen. De volgende tip is maak Reels van 15 tot 20 seconden. Je hebt ook de optie voor 30 seconden. Maar de aandachtspanne van mensen is echt zo kort als die van een goudvis tegenwoordig. Ongeveer 0,0. En mensen zijn gewoon lui. Als een video ze niet boeit, swipen ze alweer weg. En met 15 seconden kan je sneller de aandacht grijpen dan met 30 seconden. En waarom je dit ook wilt doen, is omdat Instagram heel erg kijkt naar de kijktijd. Dus kijken mensen jouw video af? Daar kijkt Instagram naar. Heb je een reel van 30 seconden en haken mensen af bij die 15 seconden, dan gaat Instagram niet jouw reel verder pushen, want die denkt, oh, deze reel vinden mensen niet leuk. Maar heb jij een reel van 15 seconden en denken mensen, oh mijn god, dit was leuk,
wil nog een keer zien. Dat vindt Instagram fantastisch. En daarna gaat jouw reel nog veel verder de wijde wereld in pushen. Waar Instagram dus ook naar kijkt is engagement. Dus reageren mensen erop. Shares en saves. Dat zijn hele belangrijke dingen waar Instagram op let. Maar dus ook die kijktijd. Dus maak gewoon lekker reels van 15 tot 20 seconden. En die 30 seconden, ja, dat hoeft dus niet per se. Wat ook erg belangrijk is bij reels. Eerst waren het gewoon wat leuke reels en dat vonden mensen leuk. Maar nu, omdat er zoveel reels en video's al te zien zijn op TikTok, moet je wel met iets aankomen waar iemand echt wat aan heeft. Oftewel, er moet waarde zitten in je reel. En ik heb een reel gemaakt over waarde. Die zie je even hier. Waarin ik vertel dat het woord waarde een beetje, ja, waardeloos is. Want het woord waarde wordt gewoon te veel gebruikt. Niemand durft bijna nog het woord waarde nu te gebruiken. Die me volgt op Instagram. Maar ja, weet je, door iets te herhalen van, ja, het is zo waardevol. Mijn cursus is zoveel waarde in mijn cursus. Dan krijg je juist het tegenovergestelde effect van, huh, waarom vertel je dat er waarde in zit? Want ja, het is hetzelfde als dat je zou gaan daten en tegen de ander zou zeggen, ja, maar ik ben echt heel leuk hoor. Maar ik ben echt heel leuk. Heel raar. Maar goed, ik wijk af. Moet waarde in je reel zitten. Ik kan het niet echt omschrijven met een ander woord. Zorg dus dat een ander er iets aan heeft. Oftewel, wat leert diegene? Wat is het doel van die reel? Waarom maak je het? Wat wil je dat diegene doet? Denk over dat soort dingen na. Als je dus reels maakt met waarde, dan wil iemand nog meer van je gaan kijken. En ja, je wilt natuurlijk die binge-watch waardige reels. Wat een woord. Die wil je, want je wil dat mensen meer reels van je gaan kijken. Dus je moet wel iets meer over nadenken dan gewoon denken, oh, ik post even een leuke video. En ik geef even random een leuke tip. Nee, zo werkt het niet. Oh, eventjes tussendoor. Ik ben super benieuwd hoe vaak jij reels nu al inzet voor je business. Is dat 1 keer per week? Is dat 3 keer per week? 5 keer? Ja, vertel eventjes in de comments hoe vaak je dat nu al gebruikt. Tip nummer 4. Maak je reels pagina netjes en overzichtelijk. En gebruik een cover. Als iemand namelijk jouw reel leuk vindt, gaat diegene op jouw reels pagina kijken. En als je daar een beetje een ratje toe hebt van een uitstraling, dan is dat chaotisch. En dan is iemand alweer afgehaakt. Denkt te ingewikkeld. Ik ga niet zoeken. Heb jij een overzichtelijke feed dat iemand denkt, oh wauw, dit ziet er goed uit, met goede titels die vertellen waar die reel over gaat. Dat zorgt ervoor dat iemand veel sneller nog meer reels van je gaat kijken. Tip 5, misschien een open deur, maar post op tijden wanneer jouw volgers online zijn. En dat kun je natuurlijk terugzien in je statistieken, wanneer jouw volgers het meest actief zijn, maar ga daar niet blind van uit. Ga ook experimenteren. Post op verschillende dagen, verschillende tijden en kijk wanneer jij het meeste engagement krijgt op je reel. Dus niet gewoon een like, maar ook echt wanneer mensen gaan reageren. Want hoe meer engagement je krijgt op je reel, hoe meer Instagram jouw reel verder gaat pushen. En denk dan niet van, ja, maar straks heb ik zoveel werk gehad aan een reel en dan heb ik daar weinig views en reacties op, omdat ik hem op een tijd had gepost, ja, waarbij niemand online was. Nee, zo moet je niet denken, want het is super waardevol om te weten wanneer je moet posten. Mocht een reel niet goed scoren, dan denk je, joh, oké, nou, dit tijdstip of deze dag, dat was geen succes. Ik ga het gewoon een andere keer nog een keer proberen. Pak je hetzelfde onderwerp, doe het even in een ander jasje. En dan plaats je hem gewoon opnieuw op een tijdstip dat wel werkt. En dan heb je dus alsnog die engagement te pakken. Tip 6. Zorg dat je consistent bent. Ga niet random posten van de ene week 1 reel, de andere week 3 reels. Want dat vindt Instagram niet zo prettig. Instagram wil graag weten waar hij aan toe is. Dus zorg voor vaste dagen en vaste tijden uiteindelijk waarop jij je reels gaat posten. Is dat 1 keer per week? Is dat 3 keer per week? Zorg er in ieder geval voor dat het dus op dezelfde dagen is. Bijvoorbeeld iedere maandag, woensdag, vrijdag, iets in die trant. Maak een schema wat voor jou werkt en houd je eraan, want Instagram die zal je daarvoor belonen. Nou, de laatste tip die ik je kan geven, tip nummer 7, is gebruik populaire muziek. En dat zie je bij TikTok heel erg. Als daar video's viral gaan, die hebben vaak dezelfde muziek. Omdat er dan één video is die heel grappig is of heel interessant bijvoorbeeld. En dan met die muziek of dat geluid worden er veel video's van gemaakt. En mensen vinden het grappig om meerdere soorten video's te zien met één liedje of één soort geluid erin. Nou, dat kun je dus heel goed terugvinden op TikTok bij populaire video's, maar ook op reels kun je dat zien. Als je dus een populaire reel voorbij ziet komen, dat zie je bijvoorbeeld aan het engagement. Check dan even welke muziek het is en die kun je dan ook gewoon gebruiken. Het is super slim om daarop in te spelen. En kijk ook of de muziek past bij je video. Als je bijvoorbeeld iets gaat posten voor vrouwen om ze echt te empoweren. Is dat een woord? Hoe spreek je dat zo uit? Nou, women empowerment. Nou ja, dan moet ik dus gelijk denken aan who run the world, girls. Who run the world, girls. Dat soort ongein. Ja, check gewoon dat soort muziek en het is
leuk als dat met elkaar kan matchen en dat versterkt elkaar ook weer. Ik vertel natuurlijk in mijn cursus veel uitgebreider hoe je Instagram Reels strategisch kunt inzetten. En ik geef je ook heel veel voorbeelden. Er hebben al heel wat dames aan meegedaan. Nou, hier zie je de reacties. En de cursus bestaat uit 3 delen. En het eerste deel, dat bestaat uit bijna 3 kwartier, gaat alleen maar over strategie, je ideale klant. Waar je wel niet allemaal aan moet denken als je een reel maakt. Het is al misschien een korte video, maar je moet er wel echt vooraf langer mee bezig zijn geweest dan gewoon dus die random video posten. Nou, in het tweede deel van de cursus geef ik je allerlei voorbeelden. En het derde deel bestaat uit vooral tutorials en laat ik je zien hoe je Instagram Reels maakt. Maar ik maak vaak geen Reels in Instagram Reels zelf, want ja, ik vind dat het vaak niet echt heel erg lekker werkt. Dus ik heb nog 2 andere manieren voor je hoe je Reels kunt maken. En soms heb je ook geen audio functie voor je Reels. En daar heb ik natuurlijk ook een oplossing voor. Ben nieuwsgierig? Check eventjes in de beschrijving het linkje. Lees het even op je gemak. Wil je misschien nu nog meer video's kijken met allemaal handige tips? Dat kan ook zeker. Vond je deze video nou leuk en nuttig? Heb je wat aan mijn tips gehad? Like deze video dan eventjes. En vergeet je dus niet te abonneren en ook op de bel te klikken als je geen enkele video over Instagram tips wilt missen. Super bedankt voor het kijken en tot de volgende video.